RTL 7 presenteert op deze zondagmiddag het verslag waar heel Rally Rijnland Nederland op zit te wachten en waarschijnlijk ook heel Twente. Meer dan 100.000 toeschouwers afgelopen weekend tijdens de Unica Schutte ICT Rally van Hellendoorn. Ze wilden er allemaal per se bij zijn. En dus stond de crème de la crème, oftewel de eredivisie van de Nederlandse rallysport, gisteren aan de start van de wedstrijd van het jaar in Hellendoorn. 100.000 toeschouwers. Een deelnemersveld om van te watertanden. Top World Rally Cars die je normaal ziet in het wereldkampioenschap rallies. Maar nu in handen van de beste Nederlandse rallyrijders. Mannen die al jarenlang op jacht zijn naar de overwinning in Hellendoorn. En nu met redelijk gelijk materiaal aan de start staan. 10 toprijders, 10 topauto's. Wat een geweldig affiche. Ongekend sterk deelnemersveld voor Nederlandse begrippen. Nog nooit eerder stonden er zoveel World Rally Cars aan de start in Hellendoorn. En zo'n sterke afvaardiging qua rijders. Maar er zit wel verschil in de auto's. Er staan 5 World Rally Cars aan de start. Voorzien van een 1,6 liter motor. Die rijdt op dit moment ook in het wereldkampioenschap rallies. En dan zijn er 5 versies voorzien van een 2 liter motor. Dat zijn de oudere World Rally Cars. Maar zeggen de mensen, ja, wij komen bewust met een 2 liter. Want er zitten veel lange halen in. Dan heb je misschien een voordeel. Insiders zeggen, we hebben 2 favorieten voor de eindzegen. Maar is dat nou ook echt zo? Peter van Merkstein junior en Dennis Kuipers. Ik denk dat het hele snelle proef zijn. Dus zeker in het voordeel van de 2 liters. 2 liter. Want? Nederland, lange halen. En remmen weer de hoek uit. Ja goed, de jongens zitten natuurlijk wel, die 1.6 auto's zitten, zijn wel hele goede coureurs. Dus dat gaat wel, ik denk het verschil bijzonder klein zal zijn. Nu je verkend hebt, spijt van de keuze voor de DS3 of niet? Misschien een beetje. Het valt me wel een beetje tegen de proef, ja. Klopt. Het hangt erom. Als ik heel eerlijk moet zijn, denk ik dat 1.6 best wel kans maakt hier. Gaat de auto hier het verschil maken? Of maakt de rijder straks het verschil? Mannen die regelmatig controleren worden in het wereldkampioenschap rallies. Alle 10 rijders starten met de nodige ambities voor Hellendoorn. Podium zou mooi zijn. Ja, en alles wat extra is, is fantastisch. Ik hoop natuurlijk helemaal boven aan het podium, maar ja, het ligt er maar net aan hoe die 2 liter zich gaan houden ten opzichte van ons. Ik hoop op het podium, maar welke plaats kan ik nog niet zeggen. Ja, dat is moeilijk. Hè? Er zijn zoveel kanshebbers deze keer. Dus, Ik zal heel blij zijn als het tussen 3 en 5 is. Ja, de eerste 3 moeten wel haalbaar zijn. Ja, ik probeer toch bij de eerste 5 te komen. Ik hoop bij de eerste 5. Gewoon hier. De spanning is voelbaar. 10 rijders, 10 goede rijders. 10 rijders die allemaal met een bepaalde ambitie van start gaan. Maar maken ze in de praktijk nou ook echt alle 10 kans op de eindzegen? Nou, wij denken dat al heel vroeg in de wedstrijd er een schifting gaat plaatsvinden. Misschien wel op de eerste proef van de wedstrijd de Luttenberging, waar de afgelopen jaren ongeveer iedereen veel verloor, behalve Peter van Merkstein junior. En dus denken wij, net zoals bij het wielrennen, dat er heel snel een kopgroepje gaat ontstaan van 2-3 man. Daarachter, het achtervolgende groepje met misschien 2-3 rijders. De rest is misschien al naar de eerste proef van de wedstrijd gezien. Wie ontsnappen er op de eerste proef van de wedstrijd en wie gaan er verliezen? We nemen mee naar proef 1. Vrijdagavond, echt een serieuze krachtmeting, de Luttenberging. Ga er lekker voor zitten. We nemen je mee terug naar de vrijdagavond 7 uur. Dit is de start van de eerste scherprechter van de wedstrijd, de Luttenberg. Waar Peter van Merkstein junior de afgelopen jaren iedereen verpletterde. En waar grote klappen werden uitgedeeld. Ook aan Dennis Kuipers. Links Kuipers met een Ford Fiesta. Die nooit echt snel is op de eerste proef van de wedstrijd. Rechts van Merkstein. Die weet dat hij altijd op de eerste proef van de wedstrijd, met name de Luttenberg, al het verschil maakt. De mannen zijn onderweg. Het spel gaat beginnen. 10 toprijders, je weet gewoon gegarandeerd dat er spektakel gaat komen. En dat het spannend gaat worden. En die spanning was er bij de finish van de eerste proef bij de heren teammanagers. De Nederlandse teams, niet eerder zo fors uitgepakt als nu in Hellendoorn. De spanning was voelbaar. De eerste kilometers op snelheid. Dit is Peter van Merkstein. We hebben 10 toprijders aan de start met goede auto's. Wij zijn benieuwd, wie vallen er na de eerste proef al buiten dat groepje met echte kanshebbers? 250, links 3.
binnenhouden. Wie gaan er hier meteen al tijd verliezen? Zoals dat de afgelopen jaren gebeurde. Aan boord bij Edwin Schild. Notes gelezen door Lisette Bakker, de winnaars van de GTC Rally. Dan lijkt er wat paniek bij oud-winnaar van het evenement Erik Wevers, verantwoordelijk voor de inzet van 3 auto's. Dit is een van zijn rijders, Bernard Tabrinke, die in oktober vorig jaar zijn laatste wedstrijd reed en er toch weer in Hellendoorn bij wilde zijn. Goeie Ford Fiesta samen met Michiel Pool als navigator. Wevers krijgt dan telefoon en er is onrust. Maar het is niet Tabrinke, dan zou er wat moeten zijn met Van Loon of Van Kamperdijk. Dit is Van Kamperdijk, die rijdt gewoon. En dan lijkt het alsof Erik van Loon problemen heeft. Wie gaat meteen tijd verliezen? Dit is racer Peter Versluis op de Luttenberging. Ja, het ging wel goed, alleen ik heb geen communicatie. De helm werkt van binnen niet. Ah, dat is racen. Dat is racen zonder geluid, ja. Maar goed, ik... Het is toch wel ernstig handig als je iets hoort. Absoluut, we gaan gauw de helm wisselen, maar het ging goed. Versluis laat zoals verwacht tijd liggen. Het is zijn eerste grote rally in Nederland met de Ford Fiesta. Een halve minuut tijdverlies betekent dat we hem al door kunnen strepen als kanshebber voor wellicht een podium. Dan Bas van Kamperdijk in zijn eerste wedstrijd met de Fiesta. Oh, wat remmen dat ding. Heel apart. Ik kan veel gekker. Van Kamperdijk wil zijn wedstrijd opbouwen en incasseert verlies. Bijna een halve minuut. Twee rijders lijken uitgesloten voor een podiumpositie. Maar hebben een breed, sterk startveld. Wat te denken van de rentree van voormalig Nederlands kampioen Mark van Eldik met een Subaru? Ja, voelde goed. Voelde vertrouwd. Ja, leuk. Nou, dit is interessant. Van Eldik laat maar 8 seconden liggen op de man die het snelst is. Van Eldik 2,5 jaar niet gereden. En dit zijn de problemen voor Erik van Loon en Harmen Scholt-Albers. De focus staat stil voor de start van de eerste proef. En het team van Weversport weet niet wat hun overkomt. Wedstrijd zo goed voorbereid. Goed, we hebben dan nog 7 man in competitie. Dit is Edwin Schild. Ja, volgens mij wel redelijk. Ik weet mijn tijd niet. Wie goed leest, ziet dat we al 6 rijders binnen de 8 seconden hebben. Wat gebeurt er met Peter van Merkstein junior? Slaat hij hier toe of niet? Het antwoord is nee. Van Merkstein laat de eerste proef opmerkelijk tijd liggen. Ik weet niet wat Dennis doet hoor, maar voor mij is dit al goed. Van Merkstein laat bijna 6 seconden liggen en dat was opmerkelijk. Dan Bernard Tabrinke, die heeft sinds oktober vorig jaar niet gereden. Nou, tevreden. Zo netjes. 5,5 seconden. Het veld zit dicht bij elkaar. Bob de Jong kruipt daartussen. De leider in de tussenstand van het Nederlands kampioenschap met de Mitsubishi. Dan Jeroen Zwanen. Dit seizoen al 2 crashes met de Citroën. Hij wil hier in ieder geval finishen. 3 maal is scheepsrecht. Dan hebben we Zwanen nog over en Kuipers. Wie is er het snelste? Kuipers, een scratch. Luttenberg is altijd lastig om erin te komen. De snelheid ligt hoog. Maar ik denk dat ik hem nu zo vaak heb gedaan. En nou moet het gewoon gebeuren en we proberen gewoon direct van kiet af aan goed met ons hoofd erbij te zijn. Zegt Dennis Kuipers, die de afgelopen jaren zoveel verloor op de Luttenberg. En nu meteen op de eerste proef, dat doet wat Van Merkstein de afgelopen jaren deed. Hij pakt een scratch, 14e op Zwanen. En daarachter zit een groepje heel dicht bij elkaar. We gaan naar proef 2, dit is Daarle. Je hebt een links omgehakt. Aan boord bij Dennis Kuipers en Robin Buismans, die niet het snelste zijn op proef 2. Scratch gaat naar Jeroen Zwanen, hij leidt na 2 proeven 17e op Dennis Kuipers. Maar de eerste 6 zitten binnen de 10 seconden. Ja, ging wel lekker. Rustig aan gestart. Ging gekke dingen proberen aan elkaar te wennen en tempo een beetje opbouwen. En ik ben wel tevreden. Wacht even, ook onze voorspelling klopte dus niet. Na 2 proeven zitten er 6 rijders binnen de 10 seconden. Dat was de afgelopen jaren, na 2 proeven, een veel groter gat. Dit belooft een hele gave wedstrijd te worden. Daar is een korte proef. De 3e proef van de wedstrijd is minder racy. Dat is de proef bij Notter, met Onverhard. En iedereen staat op scherp. Notter is een serieuze proef, waar Bob de Jong vorig jaar de wedstrijd verspeelde. Dit is een jaar later, weer op Notter. De Jong rijdt schade, komt bij de finish en houdt de deur dicht. Hij laat hier de kans op een mogelijke zege liggen en is zwaar teleurgesteld. Kijk achter u, man. Begrijpelijk. Maar er gaat meer gebeuren op Notter. Volgens velen de mooiste proef van de vrijdagavond, dankzij het Onverhard. Ja, niet goed, ik heb geen communicatie. Nog steeds niet? Nee, niks. Ik moet een andere helm. En dan gaan we eerst veranderen, want ik versta er helemaal niks van. Dus... Nee, en in het donker is dat niet fijn? Nee, een ramp. We hebben 3 keer een bocht gemist en dit was heel slecht. Heel erg warm, maar super mooi. Het is echt... Ik kan al zoveel progressie maken nou.
Kamperdijk staat al bij de eerste team met de Ford Fiesta. 6 rijders binnen de 10 seconden na 2 proeven. Wat gebeurt er op Notter waar elk jaar klappen vallen? Dit is Mark van Eldik. Na 2,5 jaar weer terug in de rallysport. En daar is echt iedereen zo onwijs blij mee. Spektakel, maak hem uitstek die zich hier laat verrassen op Notter. Gaat hier tijd verliezen met de Subaru. En dat betekent dat ook van Eldik met dit tijdverlies in principe afhaakt in de strijd vooraan. Dat zijn de spelregels van de vrijdagavond in Hellendoorn. Een foutje met dit tijdverlies is gewoon wedstrijd over voor de eindzege. Maar van Eldik wil zich vooral amuseren. Dit is een teammaatje met de S14, winnaar van de nacht van 8 maal van dit jaar. Dit is Edwin Schild. Ook hij lijkt in de problemen te komen. Mist hier de afslag. Ook hij gaat tijd verliezen. Noods gelezen door Lisette Bakker. Hierin was het. Van Eldik verliest 26 seconden, Schild 27 seconden op de snelste man. Dat betekent dat we nu echt groepjes krijgen. Kamperdijk ligt 9e, De Jong teruggevallen naar 7. Van Eldik 6 op bijna 40 seconden, Schild stevig 5e op 37 seconden achterstand. Wat gebeurt daarvoor? Wie kan er nog aansluiting vinden? 4 rijders nu nog in de race voor een mogelijke podiumpositie. Dit is Bernard ter Brinke. De voel is redelijk goed. 4e voorlopig op 19 seconden. Hij heeft lange tijd niet gereden. Dat breekt hem misschien in de openingsfase op. Genavigeerd door de zeer ervaren Michiel Poel. Topauto van het team van Weversport. Ten Brinke 4e. Wat gebeurt er vooraan? We hebben Kuipers, Zwanen en Van Merkstein. Nog Van Merkstein, tweevoudig winnaar van het evenement. Hij laat te veel liggen op Notter. Verliest 5,1 seconden. En het verschil met de leider in de wedstrijd loopt op naar 12 seconden. Daarvoor zit Zwanen op 8. Kuipers leidt. Dit is nog lang, hè? Om 100. Heel smal, goed, is 28 sec. Voorlopig is het de avond van Dennis Kuipers. Hij leidt verrassend na 3 proeven. En de verschillen zijn gemaakt. De eerste service vindt plaats op het industrieterrein in Nijverdal. We gaan ons zo meteen opmaken voor de tweede boekel. Want nogmaals, 3 klassementsproeven. Dennis Kuipers heeft 7,5 seconden voorsprong op Jeroen Zwanen. Peter van Merkstein staat 3e op 12 seconden. En Bernard ten Brinke staat 4e. Daarachter is het gat al wat groter. De verschillen zijn gemaakt. En nu pas komt het echte werk van deze wedstrijd. In het donker, waar meestal op de vrijdagavond de grote verschillen gemaakt worden. En wij hebben nog 2 reacties te goed. Als eerste het uitvallen van Erik van Loon, navigator Harmen Scholt-Albers. En om te beginnen, hij is nu wat afgekoeld. Het vele tijdverlies voor Bob de Jong op de 3e proef van de wedstrijd, die daarmee uitgeschakeld is voor een podiumplek. Auto wou niet insturen. Een klein tikje in de handremmen, dat was te veel. Waarschijnlijk is heel erg lullig. Ze zijn aan het onderzoeken wat het precies is, maar de hydrauliek, dat is de... Ja, de oliedruk die we nodig hebben voor het schakelen en voor de differentiële, die viel in één weg. En dat hield in dat wij in de startprocedure voor de proef zaten. En Erik kan dan schakelen op het stuur. En de schakelorganisatie zegt, doet het niet. Ja, dan kunnen wij kijken in de computer. Het is net een soort grote Atari-box waar je in kijkt. En kun je zien dat er bepaalde getallen niet goed zijn. Die lichten dan rood op. Dus we hebben contact gehad met de service en die zeggen van ja, het is... zinloos om te starten. Veel tijd verliezen ze al op de 3e proef van de wedstrijd. Maar vooraan blijft het spannend tussen Dennis Kuipers, Jeroen Zwanen, Peter van Merkstein en Bernard ten Brinke. Straks aan de onderbreking zijn we terug met meer van de Unica Schutte ICT Rally. Allemaal op 7. Tot zo!